echt een vraag. De heer Sjoerdsma. Ja, voorzitter, GroenLinks signaleert terecht dat deze geopolitieke werkelijkheid betekent dat de Europese Unie op eigen benen moet staan. Maar dan schetst het mijn verbazing wel een beetje, om heel eerlijk te zijn, dat GroenLinks zich zo vastklinkt aan de Socialistische Partij. Een partij die niet alleen maar uit het pensioenakkoord wil stappen, die dat niks vindt, of die anti-klimaatvoorstellen indient, maar die ook uit de euro wil en de Europese Commissie wil afschaffen. Dat is volgens mij niet het antwoord op deze crisis. En daar klinkt GroenLinks zich aan vast. Dit vraagt vraag... eigenlijk om een reactie van mevrouw Karamulut. Nee, ja, dat mag ze ongetwijfeld doen. Nee, dat mag ze. Voorzitter. Dat moet ze, want u heeft haar aangesproken. Ik maak heel even mijn interruptie af. Graag. Ja, en dat kan ook zonder interruptie vanuit uw kant. Dan gaat het sneller. Ach, kom op, meneer Meneer Van Ooyek, en mijn vraag is dus, bovenop al dit, waarom uw partij ervoor kiest om bijvoorbeeld, als het gaat om handel met Canada, om daar weg te lopen. Als u schetst die moeilijke geopolitieke situatie, dat u dan niet zegt, Justin Trudeau, het grote voorbeeld van Jesse Klaver, Canada, met welk land kunnen we dan nog wel handel doen? Dan ga ik eerst naar mevrouw Karamulut. Ik ga eerst naar mevrouw Karamulut. Ik weet niet wat de heren van de coalitie vanochtend hebben gegeten. Maar ook de heer Sjoerdsma houdt zich niet aan de feiten. De feiten zoals hij die voorstelt. En ik denk dat wij, en ik kijk u even aan en ik hou rekening met uw agenda, hier niet de tijd hebben om dat te bediscussiëren. Maar de punten die hij opzomde kloppen alle drie inhoudelijk niet. Dan heeft u uw punt gemaakt. Meneer Sjoerdsma, mevrouw Karamulut komt nog aan de beurt en dan kunt u haar intrumperen. Ja, u mag. Ja. Maar de voorzitter, ik ben volledig voorstander van als er een persoonlijk feit wordt gemaakt dat het kan worden gecorrigeerd. Maar A, is dit geen persoonlijk feit en B, klopt wat ik zeg. Dus misschien moet mevrouw Karamulut dan nog heel even het verkiezingsprogramma van de SP door. Dat gaan we niet via de interruptie nu verkiezingsprogramma's met elkaar bespreken. Nee, omdat u daarover begon. Ja, terecht. Ja, en dan is het ook terecht dat ze daarop reageert. Ja. Zo werkt het. Nu moet ze ook weer reageren. Ja, voorzitter. Heel kort dan. Kijk, ik heb helemaal geen zin om aan dit spelletje van de heer Sjoerdsma mee te doen. Wat hij doet, is iets wat hij, voorzitter, iets wat hij vaak anderen verwijt. Het klopt dat wij op een aantal punten een andere positie innemen dan D66. Maar zo zwart, wit en zo plat omgeven van een soort van haast vijanddenken en vijandbeeld wat de heer Sjoerdsma hier schetst, doet hemzelf, maar vooral ook ons denk ik onrecht aan. Dat is het laatste wat ik hierover gezegd wil hebben. Dan wil ik eigenlijk, want de heer Van Ooyek heeft zijn bijdrage geleverd en het is ook gebruikelijk dat u hem daarop intrumpeert. Dat heb ik ook gedaan. Ja, en als u ook in de interruptie ook andere partijen erbij betrekt. Zo werkt het, dat weet u ook heel goed. Dan willen ze ook daarop reageren. Dus ik zou zeggen, hou het beperkt tot de heer Van Ooyek. En straks komt mevrouw Karamulut. Ik hou het zeer beperkt tot de heer Van Ooyek en datgene wat zijn partij doet. Okay. Daar interruptie over, mevrouw de voorzitter. De heer Van Ooyek. Ja, zo had ik het ook begrepen, voorzitter. Oh, fijn. Ja. Heb je soms. Het ging eigenlijk over, het waren eigenlijk twee vragen. Hè. De een ging over hoe close zijn jullie met de SP? Ik zeg het nou maar even huiselijk. En het andere gaat over het CETA-verdrag. Daar zijn de SP en GroenLinks inderdaad tot dezelfde conclusie gekomen. Maar op dat eerste punt, ja, het is denk ik voor de heer Sjoerdsma en ook zeker niet voor mevrouw Karamulut een verrassing dat we op een aantal punten wel verschillend denken. Ja, als het gaat over de toekomst van Europa, wat je wel en niet doet, of je, hoe je tegen de euro aankijkt, vredesoperaties. Er zijn echt wel veel verschillen tussen SP en GroenLinks. Dus als de heer Sjoerdsma dat geruststelt, dan wil ik dat wel zeggen. Maar daar hoort natuurlijk dan wel bij dat ik ook zeg dat we met de SP en ook met de Partij van de Arbeid overigens, maar dat vindt u misschien minder onlogisch, ook zeer veel gemeen hebben. Kijk bijvoorbeeld naar de jaarlijkse tegenbegroting, zou ik willen zeggen, die elke keer weer, helaas met weinig voortschrijdend inzicht van de zijde van het kabinet, maar die elk jaar weer keurig door die drie partijen wordt ingediend. En waar dus heel belangrijke financiële keuzes worden gemaakt. Dat was het eerste deel van de interruptie. Ja, voorzitter, er was nog een vraag, namelijk over CETA. Wij vinden dat je juist met een land als Canada, dat zou de gouden standaard moeten zijn eigenlijk, hè? En het interessante is dat
Als je nou bijvoorbeeld kijkt wat Nederland en Frankrijk samen hebben nu een initiatief genomen met een gezamenlijke positie over hoe eerlijke en duurzame handel er eigenlijk uit zou moeten zien. Vind ik een hartstikke goed stuk. En als je dat nou legt naast het huidige CETA-verdrag, dan kun je bijna niet anders dan concluderen dat dat tekort schiet. En dat je dus juist datgene wat Nederland en Frankrijk nu bepleiten zou moeten doen en dus opnieuw zou moeten onderhandelen. En daar zal het ook wel van komen, denk ik, want het gaat allemaal niet zo voorspoedig natuurlijk. En dan kun je meteen de gouden standaard toepassen, juist met Canada. Dus daar denken we echt verschillend over. Ja, D66 en GroenLinks bedoel ik. Ja, voorzitter, en dat vind ik echt zorgwekkend. Kijk, dat de heer Van Ooyek, denk ik, terecht afstand neemt van sommige Europese standpunten van de SP, dat is goed. Dat is goed. Maar de vraag is wel, en dat is de vraag die hiervoor ligt, die ik GroenLinks zou willen voorhouden. Is de vraag dat als je ziet in wat voor een turbulente situatie wij zijn. Als je dan kijkt naar het handelsakkoord. Dat door een voormalige collega van ons tot een uitstekend handelsakkoord is genoemd. Of een huidige collega van ons een uitstekend handelsakkoord is genoemd. Als je kijkt naar het feit dat de standaarden omhoog gaan in dit akkoord. Als je kijkt naar het feit dat er allerlei waarborgen zijn ingebouwd. Dan roept het toch de vraag op of GroenLinks zich wel echt beseft, voorbij de woorden die de heer Van Ooyek net uitsprak, hoe urgent deze geopolitieke situatie is. En wat dat vereist, ook van de fractie van GroenLinks, namelijk de bereidheid om af en toe een compromis te sluiten. En daar is niet alles perfect in, dat zal ik meteen toegeven. Maar dit is wel het beste handelsverdrag wat de Europese Unie tot nu toe ooit heeft gesloten. Dus ik vraag aan de heer Van Ooyek, als u het meent, wat u net zei tegen de minister, keer dan op uw schreden terug, loop naar de overkant van de Eerste Kamer en zeg tegen uw senatoren, wij hebben ons bedacht, steun het toch. Ja, de heer Van Ooyek. Ja, dan moet ik de heer Sjoerdsma, vrees ik, toch teleurstellen. Voorzitter, hoe graag ik hem ook op allerlei punten tegemoet kom. Want dat ga ik niet doen, ook om redenen die ik net heb gezegd. Ik deel, en ik heb daar zelf ook over gesproken, de zorg om de erosie van het internationale rechtssysteem. Als je het zo even in een heel groot woord zou mogen samenvatten. Ik zou me best kunnen voorstellen, dat weet ik eigenlijk wel zeker, dat eerlijke en duurzame handelsverdragen van dat internationale rechtssysteem een heel belangrijk onderdeel uitmaken. Daarom ben ik er ook voor dat we daarover onderhandelen, dat we de WTO proberen in ere te herstellen, dat we die discussies heel goed voeren. Maar ik vind dat we nu handelsverdragen moeten sluiten die de komende 20, 30 jaar mee kunnen. En die dus voldoen, zeker met een land als Canada, maar dat gaat ook voor Mercosur en anderen, die voldoen aan de hoogste standaarden. En het verschil tussen D66 en GroenLinks is dat wij vinden dat dit verdrag dat niet doet en dat het daarom beter is. Kijk, dat verdrag is al lang, wat de handel betreft, al lang in werking getreden. Dat weet de heer Sjoerdsma natuurlijk ook wel. Maar zolang het niet voldoet aan de hoogste standaarden, vinden wij dat de onderhandelingen niet kunnen worden gestopt. En dat is het verschil. De heer Van Helfert. Dat wegen we anders. Ja, de heer Van Helfert. Het laatste punt wil ik toch ook een vraag stellen. Want dat GroenLinks voor goud gaat bij handelsakkoorden, helemaal terecht, dat doen we allemaal. En daarna komen vragen, we moeten de WTO nog een medische stand in ere herstellen en we moeten goed samenwerken. En de rechtsstaat, de internationale rechtsstaat, moet op orde zijn. Ik denk dat, voorzitter, ik denk dat de rechtsstaat, de internationale rechtsstaat, echt schade wordt gedaan als we niet eens met dat handelsverdrag komen, omdat we het nooit goed genoeg vinden. En mijn vraag aan GroenLinks is ook, want GroenLinks zegt zelf, het verdrag is eigenlijk al een aantal jaar aan de gang. Hoeveel internationale rechtstoestanden zijn er misgegaan sinds het verdrag met Canada loopt? Hoeveel boeren in Nederland zijn er, want dat was ook een argument, failliet gegaan in Nederland door de handel met Canada, die al sinds 2017 loopt. Hoeveel slechte producten zijn er op de Nederlandse markt gebracht vanuit Canada sinds dat akkoord loopt? Nul. Sterker nog, de Nederlandse boeren, de Nederlandse handel en de Nederlandse markt heeft er baat bij gehad. Dus waarom blijft GroenLinks dan volharden in het toch enigszins populistische standpunt dat handel met Canada niet kan?
De heer Van Ooyek. Nou, voorzitter, hoor ik nou niet vaak dat GroenLinks populistisch is. Wel, dat we elitair zijn. Dat niemand snapt waar we het over hebben. Dat het allemaal altijd veel te genuanceerd en te ingewikkeld is. Maar ja, deze kende ik nog niet, eerlijk gezegd. Dus ik zou bijna zeggen, ik dank de heer Van Elvert daarvoor, maar dat ze ook weer overdreven zijn. Het antwoord op zijn vraag. De belangrijkste bezwaar tegen dat we hebben tegen ratificatie door Nederland, en dus met steun van het Nederlands parlement van het CETA-verdrag zit hem in het feit dat daar een systeem voor geschillenbeslechting wordt geïnitieerd. Wat we afwijzen. Hè? Wij zeggen, je hebt dat niet nodig, want je kunt dat op basis van rechterlijke machten zoals ze bestaan in Canada en in de Europese Unie makkelijk oplossen. En we vinden het systeem zoals het wordt opgezet ook ondemocratisch en werken in het voordeel van grote bedrijven die door dit systeem in staat zullen zijn om overheden tot grote schadeclaims te dwingen als je niet oppast. Dat is eigenlijk het enige stukje waar het Nederlands parlement over gaat, hè, voor alle duidelijkheid. Want al dat andere is Europees beleid, hè, zoals al de heer Van Helvert ook weet. Dus de vragen die je allemaal stelt over wat er allemaal is misgegaan, zijn eerlijk gezegd niet zo relevant. De reden dat wij tegen hebben gestemd heeft van alles te maken juist met dat stuk waar het Nederlands parlement medezeggenschap heeft. En dat is wel het systeem van geschillenbeslechting.